Heb je al door hoe belangrijk koud bellen is? Heb je het al door? Volgens mij nog niet. Ik ga nog één les spenderen hieraan met de meest unieke voordelen en waarom je dus zou moeten naar koud bellen. Want koud bellen was al lang gestopt. Koud bellen was al lang gestopt. Mensen zouden niet meer over koud bellen praten als het niet had gewerkt. Hoor je mensen vandaag de dag nog over een buzzer? Ken je de buzzers nog? Die kleine apparaatjes die je aan je riem kon hangen met een tekstberichtje. Hoor je mensen daar vandaag de dag nog over spreken? Nee. In ziekenhuizen, daar is het gebruikelijk. Hè? Daar hebben ze nog een pager. Duidelijk, begrijpelijk. Hè? Dan ben je bezig en dan elke keer bellen is irritant. Oké, nee, geen haast. Oh, wel haast, ben zo bij u terug. Dat, daar is het alleen belangrijk. In de medici. Weet je, in de medicijnen, in de ziekenhuizen. Daar is het belangrijk. Maar in het dagelijks gebruik hebben de buzzers niet meer. Het is niet meer belangrijk. Als koud bellen niet meer belangrijk zou zijn, als koud bellen geen effect meer zou hebben, dan zou het niet meer genoemd worden. Dan zouden mensen niet praten over koud bellen. En daarom wordt er gesproken over koud bellen. Daarom zeggen mensen, het werkt niet. Het werkt niet. Maar weet je, als het makkelijk was, koud bellen, als het makkelijk was geweest, hè, mensen opbellen, je product verkopen. Als dat makkelijk zou zijn geweest voor iedereen, had iedereen het gedaan. Had iedereen het gedaan, maar dat is het niet. Daarom word je ook dood geadverteerd met advertenties over adverteer nu, bam. 50 euro cadeau als je nu adverteert. Klik hier, voor slechts 10 euro bereiken 5000 mensen jouw bericht. Dat is makkelijk. Mensen doen liever 5 euro uitgeven, 50 euro uitgeven, 500 euro uitgeven, omdat het makkelijk is. Daarom lopen advertenties ook zo goed. Maar dat advertenties succesvol zijn, is geen garantie. Dat weet ook iedereen. Je weet dat als je klikt op, oké, doe maar adverteren voor 10 euro, voor 10.000 mensen, dan zit je eigenlijk zo, ik hoop op handel, ik hoop op omzet, maar eigenlijk weet je zelf ook wat het niks gaat opleveren. Eigenlijk, ergens in je achterhoofd, ondanks dat je toch die hoop hebt, ergens in je achterhoofd besef je heel goed, ik ga wel 10 euro uitgeven, maar waarschijnlijk is het weggegooid geld. Als je namelijk met de overtuiging zegt, hey, die 10 euro die ik uitgeef is sowieso die 10 euro waard, dat weet ik nu al, 100% gegarandeerd, dan zou je geen 10 euro uitgeven, dan zou je wel 1000, 5000 euro uitgeven. Maar dat doe je niet. Daarom wordt er ook niet geadverteerd op met geef nu 5000 euro uit. Nee, daarom adverteren ze met die kleine rotbedragen. Daarom adverteren ze met krijg 50 euro cadeau, bam. Betaal voor 10 euro en dat. En dat zoek je niet. En dat moet je ook niet willen zoeken. Dus als het makkelijk was geweest, koud bellen, dan had iedereen het gedaan. En als het er niet meer toe zou doen, dan was het al lang gestopt. En mensen zoeken vaak de kortste weg. En weet je wat de kortste weg is? De kortste weg staat gelijk aan de makkelijkste weg. Want de kortste weg is in mijn optiek koud bellen. Ja, nee, ik zoek wel de kortste weg, maar ik wil niet te veel moeite doen. Oh, dus je zoekt de makkelijkste weg. Je wil de luie weg hebben. Eigenlijk wil je geen weg hebben. Eigenlijk wil je gewoon op je bank blijven zitten, niks doen en toch mensen bij je krijgen. Ja, ja, dat wil ik. Ja, dat is dus eigenlijk de makkelijkste weg. En de makkelijkste weg is vaak ook de duurste weg. De makkelijkste weg is vaak ook de meest onefficiënte weg. En dat werkt niet. Dus besef wel goed, koud bellen was er al lang niet meer geweest. Was niet eens ter sprake gebracht als het echt niet had gewerkt. Maar het werkt. En professionele sporters, die zijn er omdat ze trainen. Professionele sporters zijn er niet omdat het zo makkelijk is. Een professionele golfer word je niet omdat het zo makkelijk is om in zo'n houding te staan en een balletje te slaan. En dat word je niet zomaar. Hè? Midget golf is niet te vergelijken met professionele golf. Snap je? Een hole-in-one kan iemand vaak niet 3, 4, 5 keer achter elkaar nog een keer zo doen. Omdat het gewoon echt moeilijk is. En jij als leek, als amateur of ja, die lukt dat helemaal niet. En die pro heeft er al moeite mee. Dus als het makkelijk was geweest, had iedereen het gedaan. Je moet trainen. Je moet trainen. Als je gaat trainen, dan zal je zien dat je het makkelijker krijgt. Hé, dat gaat makkelijker. Waarom? Je hebt ervaring. Waarom slaat een professionele golfer sneller een hole-in-one dan jij of ik misschien? Omdat hij professioneel is, omdat hij op tv komt, omdat hij gesponsord wordt, omdat hij jaar in, jaar uit zich kapot
God aan het trainen is op dat kleine, simpele spelletje. Snap je? Maar als die persoon ook maar één hand breekt, is zijn hele carrière voorbij. He? En dan hoop je dat hij goed herstelt, maar vaak hou je er wel een blessure aan over. Hele carrière voorbij. Snap je wat ik probeer te zeggen? Iets kan nog zo ver getraind zijn, en je kan nog zo goed zijn, maar dat wil niet zeggen dat je het ook kunt houden. Dus je moet blijven trainen. Je moet ook zorgen, in het geval van een golfer, dat je een backup hebt. Maar je moet ook zorgen dat als jij een half jaar of een jaar niet zou golven, je raakt geen golfstick aan en daarna moet je weer gaan golven, dan is het weer, oh ja, was toch wel even wennen. He, sommige dingen verleer je niet, maar het is wel even wennen. Ik fiets bijna nooit, mag je best weten, ik fiets bijna nooit. Als ik op een fiets zit, is het wel even wennen. Nou, toevallig nu in de sportclub hebben we wel van die airbikes staan. Dus dan is het wel, maar de balans vinden op een airbike is natuurlijk niet moeilijk, want dat ding staat vast. De balans vinden op een gewone fiets, ik heb altijd eventjes weer moeite. En als ik hem op gang ben, gaat het wel. Maar dat zijn kleine dingetjes, die leer je en die verleer je even hard. Op een gegeven moment ben je het gewoon kwijt en is het gewoon niet meer hier vooraan. Dan zit het hier ergens achter, van ik weet het nog wel. Dus wees je er goed van bewust dat als je een professional bent, dat het je beter lukt. Als jij professioneel kunt golven, dan ben je een betere golfer. Als je professionele wielrenner bent, kun je echt goed fietsen. Iedereen kan fietsen. Hè? Bij wijze van spreken, iedereen kan fietsen. Maar dat wil niet zeggen dat je een professionele wielrenner bent. Iedereen kan een balletje trappen. Hé, een goal. Hé, een bal. Hop, een goal. Ja, lekker makkelijk. Nou, even een heel elftal erbij en een keepertje. Oeh, dat wordt lastig. Ja, omdat je geen professional bent. Maar toch worden er in professionele voetbal goals gemaakt. Hè, ook in amateurvoetbal. Maar om aan te geven, professionele voetbal is een wat kleinere markt in verhouding tot alle amateursclubs. Snap je? Daar gaat het ook om bij verkoop. Bij sales, bij koud bellen. Het gaat erom dat je een professional wordt. Zorg ervoor dat je een professional wordt. Want het enige wat je krijgt als je niet professioneel bent, als je niet getraind bent, zijn excuses. Excuses. Dit werkt niet, dat werkt niet, de klant is stom, de prospect werkt niet mee, het product is niet goed, dit is niet goed, dat is niet goed. Excuses. Excuses. Op het moment dat je jezelf betrapt op het maken van een excuus, als in, ja, maar mijn branche werkt het niet. Nee, jouw branche werkt het prima, je weet alleen nog niet hoe het moet. Dat is het. Ja, maar mijn kopers, die nemen bijna nooit de telefoon op, joh. Die zijn altijd druk. Nee, dan heb jij dus niet ontdekt hoe jij met je koper, prospect, in contact moet komen. Hou op met die excuses, hou op met die excuses. Verzin geen excuses. Elke keer als je een excuus verzint, schrijf hem op. Schrijf het excuus maar op. Schrijf het excuus maar op. En daarna ga jij redenen bedenken waarom je dat excuus verzint. En daarna ga je opschrijven wat alle tegenhangers zijn van al die excuses. Klanten kopen niet als ik bel. Oké? Mijn product is niet goed. Oké? Wat moet je dus doen? Je product verbeteren. Het ligt niet aan de kant, het ligt niet aan de koper, het ligt aan jou. Het is jouw verantwoording, het is jouw belactie, het is jouw verantwoording om te zorgen dat het werkt. Om te zorgen dat je geen excuses verzint, om te zorgen dat je niet met die laffe excuses thuiskomt. Want excuses, weet je wie excuses maken? Losers. Losers die maken excuses. Mensen die het niet voor elkaar krijgen, die verzinnen excuses. Want het is veel makkelijker om een excuus te verzinnen dan een oplossing. Ja, dat werkt niet omdat die klanten stom zijn. Zijn die klanten echt stom? Zijn die klanten echt stom? Of ligt het eraan dat je het product verkeerd hebt gepresenteerd, je prijs niet goed hebt berekend, omdat je misschien te laat belde, te vroeg belde, ligt het niet gewoon aan jou? En ook al ligt het niet aan jou, ook al kom je een keer in een situatie dat iemand zegt, ja, het ligt gewoon echt, het ligt niet aan mij, het ligt echt aan die andere partij, die hebben ons jaren aan het lijntje gehouden. En nu gaan ze met een andere vandoor. 1. Dat ze er met een ander vandoor gaan wil niet zeggen dat ze ooit in de toekomst alsnog voor jullie kiezen. En 2. Hoe kan het zo zijn dat iemand in 2 jaar tijd niet bij jou gekocht heeft? Ligt aan jou. Ligt aan jou. Geef niet een ander de schuld. De verantwoording ligt bij jou. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen verkoop, voor je eigen sales. Pak die verantwoording. Want alleen losers maken excuses. En ik kan je nu misschien denken, losers, excuses, ik vind het niet zo leuk dat je het zegt. Het is zo. Het
is zo. Heb je ooit een professionele voetballer horen zeggen in het begin van zijn carrière: oh, de bal is te rond, ik wil niet meer schoppen. Oh, het gras is te nat, ik wil er niet op lopen. Nee, die gaat gewoon door. Die gaat door. En dan kan je nu zeggen, ja, ik vind het echt belachelijk dat voetballers miljoenen betaald krijgen. Ja, en je wil niet weten wat die gasten al hebben afgelegd. Je wil niet weten wat mensen die echt goed betaald krijgen al hebben afgelegd voordat ze überhaupt goed betaald kregen. Denk je dat zangers en zangeressen en acteurs en actrices zomaar bekend worden? Zomaar met hun neus in de boter vielen en daardoor, oh, in één keer bekend en ze krijgen een miljoen per aflevering? Nee. Die mensen hebben geknokt, geknokt, geknokt om daar te komen. En dat geldt ook voor jou. Je moet knokken. Je moet niet denken dat jij de schuld niet in je hebt. Je hebt altijd die schuld in je. Want als je erkent dat je de schuld in je hebt, dan zul je ook gaan zoeken naar een oplossing. Op het moment dat je het makkelijk maakt en zegt het ligt aan andere mensen waar ik geen invloed op heb, dan zul je nooit je verkoopstrategie, je verkooptechniek onder controle krijgen. Omdat je continu blijft wijzen naar andere factoren. En dat moet je voorkomen. Op het moment dat jij de verantwoording pakt voor jouw functie, voor jouw werk, dan zal je zien dat je gaat verbeteren. Op het moment dat je beseft, hé, als ik bel, zeggen ze elke keer ik heb geen tijd, dan ligt het niet aan die klant, dan ligt het aan jou. Het gesprek is niet interessant genoeg, dus ze hebben geen tijd. Zorg ervoor dat je jezelf verantwoordelijk houdt. Jij bent verantwoordelijk voor het gesprek. Jij bent verantwoordelijk voor elke afwijzing. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat je overkomt. Want op het moment dat jij die verantwoording gaat verleggen naar iemand anders, en dat je zegt dat iemand anders de aanstichter is, dat iemand anders verantwoordelijk is, dan ben jij de controle kwijt. Je bent de controle kwijt. Op het moment dat jij in de supermarkt loopt en je bent je winkelwagentje kwijt, dan ga je toch ook niet zeggen, ja, die stomme mensen hier, die pakken mijn winkelwagentje en... Nee, jij bent in de supermarkt, jij hebt een winkelwagentje gepakt, jij doet je boodschap in het winkelwagentje, jij bent je winkelwagentje uit het oog verloren. Geef niet andere mensen de schuld. Het is jouw winkelwagentje. Als jij een ongeluk krijgt, je zit in de auto en iemand die botst achter jou op, dan ben jij verantwoordelijk. En dan kan je zeggen, nee, maar in de wetgeving, jij bent verantwoordelijk. Waarom? Jij was op dat moment op die plek. Jij bent verantwoordelijk. Accepteer dat jij verantwoordelijk bent, want dan kun je de controle op krijgen. Dan kun je de volgende keer zeggen, oké, dit is mijn fout. Ik ben hier geweest, ik was op dit moment hier, had ik niet moeten zijn. Of ik had een baan daarnaast moeten staan. Pak gewoon die verantwoording. Het gaat er niet om wie de schuld heeft. Het gaat er niet om wie schuld heeft. Het gaat erom dat je verantwoording pakt. Pak je verantwoording. Ik ken zoveel mensen, niet overdreven, zoveel mensen die alleen maar wijzen naar anderen om hem heen. Ligt aan die, ligt aan de organisatie, ligt aan de overheid, ligt aan de belastingdienst, ligt aan de CIB, ligt aan de school, ligt aan de klant, ligt aan de winkel, ligt aan... Het ligt altijd aan andere mensen, maar het ligt nooit aan die personen zelf. Kap ermee. Pak je verantwoording. Pak je verantwoording voor alles. Maakt niet uit hoe slecht het is. Maakt niet uit hoe half het is. Al waai je alle dakpannen van je dak af. Zeg gewoon, klopt, het is mijn verantwoording. Ja, stom, mijn verantwoording. Het is jouw huis, het is jouw dak. Ja, maar het is een huurhuis. Nou en? Het is toch jouw dak? Jij huurt toch dat dak? Ja, pak je verantwoording. Stop met die verwijtenshow. Want die verwijtenshow, die kost je belachelijk veel energie. En je komt niet verder. Op het moment dat je gewoon verantwoording pakt, kan je die pakken, kan je door. Kan je verantwoording nemen. Neem je verantwoording. Je bent geen loser als je je verantwoording pakt. Pak je verantwoording. Op het moment dat je er een verwijtenshow gaat van maken, ja, ligt aan die klant hoor. Ligt echt gewoon aan die klant. Ligt niet aan mij. Ligt gewoon aan die klant. De klant is gewoon sukkel. De klant zegt, hé, wie hou je nou voor de gek? Hou nou die klant voor de gek of jezelf? Ik denk jezelf. Want die klant, die is er al niet. Die prospect, die is er al niet. Waarom niet? Je hebt het belachelijk gemaakt. En misschien niet direct in zijn of haar gezicht, maar je maakt het nu wel belachelijk. En dat werkt niet, want die klant ga je niet meer bellen, want het ligt allemaal aan die klant. We hebben er klanten tussen zitten, die zijn we niet overdreven, denk ik, al 3 jaar mee bezig. En elke keer is die druk en elke keer geen tijd en elke keer zegt hij nee, ik pas niet bij jullie en ik vond het allemaal niet prettig lopen in het begin. We blijven gewoon nog steeds contact met hem opnemen. Die persoon neemt nog steeds op. Die persoon zegt nog nooit, heeft nog nooit gezegd tegen ons, ik wil niet meer dat je me belt. Ik wil niet dat je me lastig valt. Ik vind je vervelend. Nee. Elke keer is het weer, haha, nee, ik begrijp het wel, maar ik blijf nog steeds bij dit of dat. Haha, nee, weet je, we maken het leuk. Die persoon vindt het op een gegeven moment grappig worden dat we bellen. Want die heeft zoiets van, ik ga toch niks bij jullie bestellen. En wij hebben gewoon zoiets van, je gaat vroeg of laat bij ons bestellen. Pak je verantwoording. Wijs niet naar mensen om je heen. Het is jouw leven, het is jouw werk, het is jouw sales. Zorg ervoor dat je je verantwoording pakt. Want alleen als je je verantwoording pakt, dan zal je zien dat je gaat leren
dat je verder komt en dat je dus beter wordt. Ik hoop oprecht dat je meegaat naar de next level in verkoop, in koudbellen, in sales. Zorg ervoor dat je heel goed deze training volgt. Ik hoop bij deze echt, en dat meen ik echt, dat je nu inziet dat koudbellen belangrijk is. Dat alle slappe excuses van mensen om je heen, dat je die gewoon moet negeren. En dat je focus moet krijgen op het stukje, hoe word ik een professional? Want als je een professional wordt, zal je zien dat het beter met je gaat. Pak je verantwoording, bedenk voor alle laffe excuses een antwoord, een oplossing. En je zult zien dat je groeit. Next level verkoop. Ga omhoog. Zorg dat je net als die professionele golfer, professionele voetballer, gewoon omhoog gaat. Blijf hier niet rommelen bij die amateurs. Blijf niet bij die prof, bij die semi-prof zitten, bij die amateurclubs. Ga omhoog, ontwikkel jezelf, pak je verantwoording, groei, groei, groei. En je zult zien, en dat meen ik echt, je zult zien dat het loont. En het gaat leuk worden. Het wordt leuk als het loont. Want als het loont, heb je er geld aan, heb je meer klanten, heb je meer plezier en je beheerst het. En op een gegeven moment beheers je het zo goed, dat als iemand tegen jou zegt, nou dat is niet waar, dat jij zonder script, zonder gedoe, gewoon kunt zeggen, geef maar een nummer, ik bel nu op en durf te wedden dat me lukt. Bam. Dat. Regel het. Het belang van koud bellen is heel groot. En zorg ervoor dat je het houdt, dat je er blijft trainen en je zult zien dat je groeit naar de next level in verkoop.